In deze film speel ik subtiel met de verzadiging in de middentonen. Een foto bestaat uit verschillende dingen, onder andere uit licht. Er zijn lichte stukken zoals hier in het gezicht en op de pols. En er zijn ook donkere stukken zoals hier linksonder en aan de rechterkant. En daartussenin zit het middengebied natuurlijk, als je het in drieën verdeelt. Daarnaast heb je in een foto ook nog kleur en je hebt verzadiging. Maar we kijken even puur naar het licht. Waarom zou je iets in de middentonen willen gaan doen? En vooral met de verzadiging in de middentonen. Nou, op die manier kun je een betere balans aanbrengen tussen het licht en het donker in de foto. En het is op zich vrij eenvoudig. Je doet het gewoon met een aanpassingslaag. En de aanpassingslagen vind je hieronder bij dit zwart-witte bolletje. Als je daarop klikt, dan heb je daar kleurtoon en verzadiging staan. Je kunt eventueel ook zwart-wit gebruiken, maar kleurtoon verzadiging is voldoende. Het effect wat we gaan toepassen moet namelijk maar heel subtiel zijn. Om goed te kunnen zien wat ik aan het doen ben, trek ik de verzadiging naar min 100 en mijn foto wordt daardoor zwart-wit. Nu moet ik een scheiding aan gaan brengen tussen het donker en het licht. En daartussen blijft dan het middengebied over. Ik wil de verzadiging in het donkere gedeelte en in het lichte gedeelte eigenlijk nog gewoon intact houden. En in het middengebied wil ik hem dus grijs hebben. En dat ga ik doen middels een laagstijl. Je dubbelklikt gewoon op een leeg gedeelte van de laag. En dan krijg je hier het laagstijlen menu. Wat we eigenlijk nodig hebben dat is overvloeien als. En we pakken de onderste balk want we willen kijken naar de onderliggende laag, de foto. Je ziet een verdeling van donker naar licht en je ziet daar pijltjes onder. En die pijltjes bepalen eigenlijk waar de grens ligt. Als ik kijk naar het pijltje aan de rechterkant bij de lichte partijen, als ik dat naar links trek, dan komt daar een bepaalde drempelwaarde in. En je ziet ook dat de foto verandert. Eigenlijk komt het erop neer, ik heb een filter gebruikt wat zwart-wit maakt, wat alle verzadiging eruit trekt. En dit balletje vertegenwoordigt eigenlijk de onderliggende foto qua helderheden. En alles boven de helderheid 148, dus rechts van dit blokje, dat blijft gewoon intact zoals het was. Daar wordt het filter niet toegepast. En aan de linkerkant daarvan wel. Dus alles onder de waarde 148 is nu zwart-wit en alles erboven dat is in kleur. En dat geldt ook met de donkere partijen, met het pijltje hier. Als ik dat naar binnen trek. Dan zijn alle helderheidswaardes onder de 121 in dit geval, die zijn in kleur. En dat zie je hierboven ook terug of in het haar. En alles rechts van dat donkere pijltje, dat is dus zwart-wit. Tot aan het witte blokje. Daar ligt zeg maar de scheiding. Dus eigenlijk is alleen dit hele kleine gebied in het midden van 121 tot 148, dat is in zwart-wit. En dat zie je ook terug in de foto. En zo moet je eigenlijk een beetje op zoek naar de middentonen. Zijn hier nu absolute vaste waarden voor? Nee, het ligt natuurlijk ook een beetje aan je foto. Als je heel weinig hooglichten in je foto hebt, dan zal het misschien wel meevallen. Dan kun je de, de, het rechterpuntje behoorlijk ver naar links trekken voordat je iets gaat zien. Maar laat ik gewoon even bij wijze van spreken: rondwaarde 50 beginnen met de donkere partijen, en rondwaarde 200 gaan zitten met de lichte partijen. En je ziet inderdaad in mijn lichte partijen uh, is eigenlijk alles veel grijs. Dus ik ga dat witte blokje verder naar binnen trekken. Totdat ik echt gewoon de highlights in kleur zie worden. Rond de 160 in dit geval. Het verloop is nu echter wel aan de harde kant. Je ziet een hele strakke overgang, bijvoorbeeld hier op haar voorhoofd. Van de highlight. En dan wordt het daarnaast meteen opeens grijs. Nou, dat kun je ook een beetje laten uitvloeien. En dat doe je door het blokje uit elkaar te trekken. Als je er Alt ingedrukt houdt en je klikt erop, dan kun je ze van elkaar scheiden. Dan wordt het blokje twee gedeeltes. En je ziet, er komt meteen een veel mooier verloop in. Nou, stel dat ik bijvoorbeeld het verloop laat beginnen bij waarde 140 en laat eindigen bij 160. Dat betekent dat... In de hooglichten, ik zet het donker even helemaal terug. Eigenlijk is het nu zo dat vanaf 0, vanaf zwart, zeg maar, is alles grijs. Tot aan de waarde 140, daar is het gewoon echt absoluut zwart-wit in de foto. En van 140 tot 162 loopt het heel langzaam over naar kleur. En boven de 162 is alles in kleur. En zo krijg je dus een subtiel verloop tussen in dit geval de donkere tinten en de lichte tinten. Nou, laten we ook de donkere tinten een subtiel verloop geven. Ik laat het beginnen bij 70. Ik hou de Alt ingedrukt. En ik trek hem langzaamaan naar rechts. Tot in dit geval ongeveer 100. Hier ben ik op zich wel happy mee en ik druk gewoon op OK. Je ziet bij de laag komt een klein icoontje, twee vierkantjes in elkaar. Dat betekent dat de laagstijlen actief zijn. Dubbel klik je daarop, kom je terug in het laagstijlenmenu en kun je hieronder eventueel nog aanpassingen maken. Het effect is nu qua basis wel opgezet, het is alleen nog niet perfect. Allereerst ga ik de dekking van de laag veranderen. Hij staat nu op normaal en dat betekent dat hij op alles in de foto-effect heeft. Maar ik wil eigenlijk alleen met de verzadiging spelen, dus ik verander de dekking van de laag van normaal naar verzadiging. In eerste instantie lijkt er niks te veranderen. Maar als ik bijvoorbeeld even de historie erbij pak. En ik klik op de vorige variant, dan zie je wel degelijk verschil. Misschien dat het door de compressie van YouTube niet helemaal intact blijft. Maar er is wel degelijk verschil. En nu is het dus het effect eigenlijk gewoon ja temperen. We hebben daar straks de verzadiging helemaal naar 100 teruggetrokken. Dus dat ga ik gewoon weer naar boven zetten. Zet je hem terug op 0, dan is er natuurlijk niks veranderd. Maar als ik dat bijvoorbeeld eens subtiel doe naar rond de min 25, dan maakt het toch al wel een verschil. Zet ik het effect uit of zet ik het effect aan, dan zie je eigenlijk dat de middentonen ja, minder verzadigd zijn. En dat door de kleur daarvan op de hooglichten en in de donkere partijen de aandacht meer daar terecht komt. Nou, de aandacht in de donkere partijen, dat valt op zich wel mee. Daar is het menselijk oog niet zo gevoelig voor, maar voor de highlights wel. Als ik het bijvoorbeeld even uitzet. En weer aan. Dan blijft gewoon de aandacht meer op die highlights hangen in dit geval. Wil ik dat nog een keer benadrukken, ga ik een nieuwe aanpassingslaag maken. Met een volle kleur. En in dit geval selecteer ik wit. Ik druk op OK. Ik ga nu alleen met de verlichting aan de slag. Dus de dekking verander ik van normaal naar de lichtsterkte. En ik ga ook hier dubbelklikken op een leeg gedeelte, en op die manier de laagstijlen aanpassen. En wat ik nou eigenlijk ga doen is zeggen: van nou, waar het donker is, daar hoeft het niet aan te staan. En ik kom tot dit bijvoorbeeld: ik trek het met Alt een klein beetje uit elkaar om het zachter te maken. En ik druk op OK. Op dit moment heb ik dus een witte kleurvulling over de foto liggen. Die alleen kijkt naar de lichtsterkte. En met het laagstijlen menu heb ik ervoor gezorgd dat het alleen in de highlights gebeurt. En eventueel kan ik de dekking nog een klein beetje verzachten. Nou, ik vind het hier op haar borst te veel. Dus ik selecteer het laagmasker. Ik pak een kwast. Zorg dat zwart mijn voorgrondkleur is. Ik maak hem wat groter en controleer de hardheid. En hier op de borst. Verf ik gewoon over het masker en dan wordt het effect dan niet toegepast. Eventueel kun je de dekking van de kwast ook nog verlagen. Om te zeggen van nou ik wil het op de hand en de pols een klein beetje temperen. Maar in het gezicht vind ik het wel fraai. En zet ik ook dit effect uit. Dan zie je dat ik net wat meer highlights heb benadrukt. En ook gewoon in de blouse en hieronder in de rok. En dat is wel fraai eventueel. Kun je de dekking nog een klein beetje verlagen om het nog net wat subtieler te maken? En zo heb ik eigenlijk in twee handelingen de foto veel meer benadrukt. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer, en doei-doei.